De huidige verkrapping in geldaanbod heeft geleid tot een zekere mate van stabiliteit van de economie. Dit zei centrale bankgouverneur Maurice Roemer gisteren tijdens een persconferentie over de afsluiting van het reviewprogramma van het Internationaal Monetaire Fonds IMF. Roemer stelt dat er stabiliteit op de valutamarkt te zien is. Laten we hopen dat dit inderdaad ook zo aanhoudt. Maar uiteraard er is daar allemaal een samenhang in. Vervolgens kunnen we de lijn doortrekken, kijken naar de inflatie. En we zien in ieder geval ook daar een belangrijke kentering die ook te verwachten is voor het einde van dit jaar. Het is dan nog hoog, maar u begrijpt, het is net wanneer je bloeddrukpatiënt bent, dan kun je niet verwachten dat je van 220 direct gaat naar 120. Dus de verwachtingen zijn dan dat we het komend jaar met dit programma, dat we dat consistent uitvoeren om de verlaging van de inflatie gestaag voor te zetten. En als het enigszins kan, want daar is het op gericht, met een grotere sprong naar beneden. De governor zegt verder dat in de uitvoer van het IMF-programma wordt gestreefd naar een stabiele bankwezen. Teamleider van het IMF in Suriname, Anastasia Gusina, geeft aan dat zij tevreden is met de resultaten die Suriname heeft geboekt in het traject om de economie gezond te maken middels het IMF-programma. Yes, it's not perfect, but the signs of stabilization that you see, that the exchange rate has been more or less stable since May, that the inflation is on a downward trend, that the international spreads in the 600 basis points, very low. The fact that other international organizations and donors are re-engaging in Suriname. None of this is good luck or coincidence, but a result of the policies that both the Ministry of Finance and the Central Bank have implemented. So it is important to retain those gains, those very hard-earned gains, and not to backtrack on various policies. Gusina zegt dat Suriname het IMF-programma goed moet blijven uitvoeren. Hierdoor hoeft het IMF geen eisen meer te stellen. De IMF-topper stelt dat Suriname een land moet gaan worden waar mensen hun volle potentie kunnen benutten.